Hallo allemaal, ik heb weer een nieuwe video voor jullie. Het is mijn laatste video van 2015 alweer. Het jaar is echt heel snel gegaan en ja, ik hoop dat volgend jaar ook weer een mooi jaar gaat worden. Ik heb nog de favoriet van december voor jullie. En zoals je misschien kunt zien zit ik ook even in een andere setting. Ik ben een beetje aan het kijken wat nou het beste is qua licht en zo. En ik dacht, ik probeer het nu een keer hier. En tot nu toe bevalt het me eigenlijk goed. Dus, nou ja, mocht je op- of aanmerkingen hebben, laat het even weten bij de comments. En dan ga ik nu gauw beginnen met de favorieten van december. Ik pak even het mandje erbij. Ik heb alles in het mandje gestopt en ik ga het snel laten zien. Ik begin even met deze foundation van de HEMA. Het is de CC Perfection Foundation. Zit ook SPF 15 in. Ik vond dit echt een hele fijne foundation. De kleur is lekker licht. Ik heb kleur nummer 1. Dat vind ik altijd nog steeds jammer bij de HEMA. Dat we het geen echt namen hebben. Maar alleen kleurnummers. Dit is dus nummer 1. En er zit gewoon een handig pompsysteem op. En ik vond de kleur gewoon super goed. Ik ben echt een beetje aan het experimenteren met lichtere kleuren. En tot nu toe bevalt het me eigenlijk heel erg goed. Want ja, ik vind het toch wat mooier staan. En deze voldeed dus echt aan mijn verwachtingen. Dus daarom zit deze ook absoluut bij de favorieten. Hij is trouwens wel wat duur voor de HEMA, moet ik zeggen. Normaal is HEMA dan ook wel een beetje van het low budget. Maar HEMA is best wel wat duurder geworden. Maar ik merk ook wel dat de producten beter zijn geworden. Dus in dat opzicht denk ik ook wel dat dat daaraan dan te verwijten valt. Maar deze foundation dus. Dan heb ik het All About Grace palet van Essence. Dit is een heel mooi palette met allemaal grijs tinten. Ik vond het ook een keer wat anders dan nude en bronze palettes. Wat ik ook echt super fijn vond, de pigmentatie is gewoon super goed. Ja, de kleuren grijs zijn ook best wel verschillend, vind ik zelf. Ik vind niet dat het heel erg op elkaar lijkt. En ja, ik vind het gewoon echt een heel ja, leuke toevoeging aan mijn stash. Omdat het gewoon eigenlijk gewoon de kwaliteit super goed is en de prijs is gewoon super laag. Ik denk ook dat ik zeker wat kleuren voor mijn cashlook ga gebruiken van dit palette. In ieder geval de grijs. In ieder geval, ik wil een smoky eigen maken. Dus hier met dit palette komt dat zeker ook wel van pas. Die kan ik hier zeker wel gaan gebruiken. Dus ja, daarom ben ik hier heel blij mee. Dan heb ik deze highlighter uit de Mary Berry collectie van Essence. Het is de speciale collectie die voor de kerst is uitgebracht. Dit is een hele mooie highlighter met sterretjes erin. Wat ik heel erg leuk vond. Op de achtergrond horen jullie mijn telefoon. Dat is een spelletje. Wat ik gewoon heel erg leuk vond inderdaad met die sterretjes. En ik vind de gouden glans heel erg mooi die die geeft. Het is echt een hele mooie highlighter. Het is echt een beetje, ja, hij heet ook I Love My Golden Pumps. Dus het heeft allemaal wel een gouden gloed. En dat vond ik wel heel erg mooi. En ik vind die highlighters van Essence eigenlijk altijd heel erg goed. Ja, dit zijn gewoon die poeder highlighters. Ik vind het jammer dat ze ze eigenlijk zelf nog niet in het assortiment hebben. Ik hoop dat ze in het vaste assortiment ook een soort poeder highlighter nog gaan krijgen. Want ze hebben alleen die uitsmeerbare. En die is op zich ook prima. Maar ik heb toch meer met een poeder highlighter. En die ze in die limited collecties maken, die zijn altijd super goed. Dus ik hoop echt dat, ja, dat daar wat bij gaat zitten in het nieuwe jaar. Maar dit is absoluut een toppertje. Dan heb ik nog een product uit deze collectie. Dit is de, ik ga het even kijken hoe ik het, dit is een gouden poeder. Die je kunt spuiten op je lichaam. Daar moet ik gelijk even bij vertellen. Toen ik dit ging fotograferen en testen voor de review toen, zat er dit kleine dingetje zat erop. Dat plasticje. En dit was de eerste keer dat ik zo'n ding uitprobeerde. Ik wist, had echt geen idee hoe dat werkte. Dus ik had al dingetje erop laten zitten. Ik ging vrolijk spuiten. Nou, toen kwam er ineens echt een hele gloed aan gouden poeder uit. En alles zat echt onder de glitters. Dus
Ik wist gelijk dat het zo niet moest, maar ik vind het wel een heel mooi, mooi product. De poeder is gewoon super mooi. Het is ook niet heel plakkerig. Het is gewoon, ja, eigenlijk ja, een beetje subtiel ook wel. Ook vind ik het heel erg leuk hoe het flesje gemaakt is. Dat je hierop moet drukken, dat het eruit komt. Dat vond ik echt super leuk. Dus dat vind ik wat dat betreft heel erg leuk. Vooral nu voor de feestdagen. Dan heb ik deze BB Baby Morning BB Cream. Het is echt een hele mond vol. Dit is de blauwe variant. Het is de matte variant. Die vond ik fijner dan de roze. Ik heb ze allebei gereviewd. En die roze die was gewoon heel waterig. En deze hoefde ik ook niet te schudden. Deze vond ik heel erg fijn. En hij is ook mat. En daar hou ik heel erg van. Het is niet een hele grote tube. Even kijken hoeveel erin zit. 30 milliliter. Het is er waarschijnlijk ook nu niet echt de tijd voor BB creams. Maar soms dan heb ik van die dagen, dan heb ik gewoon zin om een beetje lichte make-up op te hebben. En dan vind ik een BB cream eigenlijk prima. Dus deze die vond ik heel erg fijn. Dan heb ik nog twee lakjes uit de Mary Berry collectie van Essence. Ik begin even met deze. Dit is de Red Rocks kleur nummer 4. Hij is niet intens rood, moet ik zeggen. Ik had hem roder verwacht, maar ik vond het evengoed wel een mooi kleurtje. Ik denk ook vooral als je, voor de wat jongere mensen onder ons, bijvoorbeeld die nog niet zo van dat hele intens rode houden, is dit wel een hele goede keuze geweest van Essence. Het enige nadeel aan deze lakjes vond ik dus het korte steeltje. Maar voor de rest vind ik het wel heel fijn. De lak zelf, daar gaat het om. Het steeltje had voor mij langer gemogen. Maar ja, dat is niet het belangrijkste. Dat is dus deze. En daar hoort dan ook die gouden topcoat bij. En dat vind ik voor de feestdagen ook gewoon super leuk. Ik kan de naam ook niet lezen. Maar ik heb zo'n vermoeden dat die heet I Love My Golden Pump. Zoals de highlighter. Gewoon heel erg leuk. Ik ben dol op glitters. En ik ben dol op dit soort producten. Dus wat dat betreft had Essence een hele goede lijn bedacht voor de kerst. Dan heb ik nog een product uit die lijn. Een lipstick. Dit is de kleur 3 Red Rocks. Wat ik heel erg mooi vond zijn die gouden details hier al. De gouden huls. Dit is de lipstick zelf. Hij is ook niet intens, heel erg intens rood. Eigenlijk precies een beetje zoals de nagellak. Maar voor de rest vind ik het wel een hele, hele mooie lipstick kleur. Hij is volgens mij niet mat. Maar ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik vind dat Essence heel erg zijn best heeft gedaan om ook op het uiterlijk van de collectie. En dat vind ik toch ook wel heel wat waard. Dus deze zit er ook bij. En dan ga ik naar de twee laatste producten van deze favorieten. Dat zijn deze sticks van Max & More. Ik heb er twee. En deze heb ik eigenlijk al een hele tijd. Maar meestal rond de maand december dan haal ik ze weer tevoorschijn. Want dan vind ik, dan mag het. Dan mag je wat meer gezien worden, bedoel ik dan meer. Dit is zo'n body shimer stick. Hierbovenin komen de glitters dan uit. En dat kun je dan op je lichaam smeren. Deze zijn, dus ik weet de exacte prijs niet. Maar volgens mij kosten ze heel weinig. Dit is dan de zilveren versie. Volgens mij hebben ze geen naam. Of die hebben ze misschien wel. Die staan op het doosje, maar die heb ik niet meer. En dit is dan de gouden. En die gouden heb ik ook al meermalen gebruikt. Want hier staan allemaal glitters op. De zilveren die heb ik iets korter. Dat vind ik ook hele leuke sticks. Ook straks met de oud en nieuw en zo. En dan vind ik het gewoon leuk om een beetje te shinen. Vind ik dat gewoon hele leuke producten. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van de maand december. Eigenlijk ga ik jullie gewoon alvast een heel fijn oud en nieuw wensen. En doe voorzichtig zou ik zeggen. En dan zien we elkaar in het nieuwe jaar weer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!